Hele goedemorgen allemaal. We zijn vandaag in Ermelo, voor de route Ermelo. Je zou het niet verwachten. Hele mooie route over de hei. We doen het vaker, maar we hebben hem al even een paar weken niet gedaan. De hei zou mooi in bloei zijn, maar dat valt een beetje tegen. Dat is helaas al net te laat. Helaas zijn we net een weekje te laat. Dus, Nou ja, zoals Stef al zegt, we hebben de route al een keer eerder gedaan. Staat ook al eerder, staat ook al op ons siteje. Ja. Op kanaal. Linkje en, komt hier boven de hoek. We hopen dat we deze beter voor elkaar krijgen dan de allereerste keer dat we deden. Ja, nou ja, dat is denk ik een jaar geleden of zo. En we zijn qua snelheid en techniek allebei wel echt een flink stuk vooruit gegaan. Qua fiets ook. Dus kijken of we het sneller kunnen doen. Helpt het niet dat er daar een trailrun bezig is. Dus daar raak je wel wat tijd op kwijt. En we hebben drie weken niks gedaan. Maar goed, we delen het bos met z'n allen. Dus we gaan het ook met z'n allen doen. Kijk je mee? Top! Goeie temperatuur. Dan zijn we ook verkocht. Dit lijkt vlak, maar het is een soort vals plat omhoog. Niet heel zwaar, maar je kan er wel ontzettend verzuren. Ja. Het is van de Venetische Trail, dus jullie kunnen wat wandelen. Ja, we waren al wat tegengekomen, geen probleem. Dan delen we het mooi met z'n allen, toch? Hoi!
Dankjewel. Dank je. Oh, ja. Hi. Hi. Nou, dat was de route. Ermelo. Ja, dat wou ik ook zeggen. Maar. Nou, dat was de route Ermelo. De route ligt er mooi bij. Duidelijk op een paar stukken weer opnieuw aangesterkt. Ja. Nou, voor ons was het de derde snelste tijd. Dus we hadden er iets meer van verwacht, maar we mogen niet ontevreden zijn. Vond je het een leuke route? Laat even een duimpje omhoog achter.